plannen voor verbouwing Valkhof bekendgemaakt. Dansstudio Almier gaat naar WK in Oostenrijk. En taxichauffeurs hebben hun vaste plekje inmiddels weer terug. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 21 oktober. De plannen voor Museum het Valkhof en het Kelvkensbos zijn bekendgemaakt. De gemeente wil voor het museum onder andere de entree aantrekkelijker maken. Het museum zal er ook groener uit komen te zien en er zal meer daglicht zijn. Het plein Kelvkensbos zal ook veranderen. Momenteel wordt het plein beschreven als warm, kaal en onherbergzaam. En daar moet verandering in komen. Het Kelvkensbos was vroeger daadwerkelijk ook een bos met bomen. Maar die zijn uiteindelijk gekapt. De bedoeling is om die bomen nu weer terug te plaatsen. Verder zal ook nog de muur voor de voordeur verwijderd worden, net als de trappetjes. Het café krijgt een plek achter glas en hiervoor hoef je nu niet meer verplicht een museumkaartje te kopen. Op het plein komen verder ook nog beelden waarvoor een Spaanse kunstenaar is benaderd, die in zijn werk macht en heerschappij relativeert met humor. Zijn beelden verwijzen naar het Romeinse verleden op deze plek, de grens die sinds vorig jaar werelderfgoed is. De gemeente kocht het museum recent voor 4,9 miljoen euro. Daarbij rekenden zij ook nog eens 11 miljoen euro aan verbouwingskosten. Maar dat zal meer gaan worden. Onder andere door de verhoogde bouwkosten komt er nog eens 2,2 miljoen euro bij. Ook was de gevel in een slechtere staat dan verwacht. Bij de opknapping daarvan rekenden ze ook nog eens 1 miljoen euro extra. De gemeente is dan 3,2 miljoen euro meer kwijt aan de verbouwing dan verwacht. In totaal geeft de gemeente 19,1 miljoen euro uit aan het museum. De naam van het museum zal ook veranderen. In plaats van Museum het Valkhof gaat het nu het Valkhof Museum heten. Dit is opmerkelijk gezien de naam in het verleden al vaker in de volksmond werd gebruikt, tot grote ergernis van betrokkenen van het museum. Het vernieuwde museum zal naar verwachting in het voorjaar van 2025 opengaan. Tot die tijd is het museum gehuisvest in een oud bankgebouw aan het Keizer Karelplein. En dan dansschool Almier uit Druten en Wijchen gaat op reis. Ze behoren tot het beste 3 dansgezelschappen in Nederland. En nu gaan ze ook voor internationale erkenning. Wij gaan naar Oostenrijk, naar Graz. Daar gaan we Nederland vertegenwoordigen op dans, wereld, hiphop. We doen voornamelijk mee met de hip-hop categorie. Er is ook natuurlijk een toernooi met popping in Graz. Popping, de naam die zegt al, bewegen als een pop. Dus eigenlijk is dat voor je spieren, het is best wel een pittige dans is dat. Want je wordt sneller vermoeid omdat jij continu je spieren aanspant. En met ja, tikjes ben je op muziek dus eigenlijk aan het dansen als een pop. We gaan voornamelijk met Paradox, dat is een formatiegroep. Het bestaat uit 16 dansers. En een small groep, dat is weer een wat kleinere categorie, wat kleinere dansers. Dus met 7 personen maximaal. En dat is Sapphire. We gaan met enkele solisten en met enkele duo's gaan we dus Nederland vertegenwoordigen daar. Dat houdt dus eigenlijk in dat je wel rankingwedstrijden moet meegaan dansen door heel Nederland. Dus we zijn zo weer in Bad Hoeverdorp, dan weer in Zwolle, dan wij weer ook in Wijchen, want we organiseren hem ook vanuit de bond. En overal zijn we dus eigenlijk een beetje eerst de rankingpunten de heel seizoen aan het dansen. En dan mocht je bij een bepaalde ranking beëindigen, dan mag je dus ook Nederland internationaal gaan vertegenwoordigen. Er is grote concurrentie van honderden tegenstanders uit verschillende landen. Hoeveel landen, daar kan ik niet met een aantal komen, maar zeker 20 tot 25 landen die meedoen aan deze toernooi. Onze verwachting is natuurlijk de finale te gaan halen met onze crew, maar voornamelijk het genot, het kijken van wat doen andere landen. Kijk, we weten een beetje wat we in Nederland kunnen en niet kunnen, maar net de andere landen, de buitenlanden zeg maar om zo even te zeggen, die durven net een tandje meer dan dat wij dat durven. Woensdag lanceerde de gemeente Nijmegen haar nieuwe deelscooters en deelfietsen bij het treinstation. Dit viel verkeerd bij de vaste taxichauffeurs die daar staan, omdat de nieuwe voertuigen een aantal van hun standplaatsen innamen. De gemeente gaf al toe hier niet goed over te hebben nagedacht. En inmiddels zijn de standplaatsen weer teruggegeven aan de taxichauffeurs. Voor de deelvoertuigen wordt binnenkort een plekje gereserveerd bij het braakliggende Metterswanenterrein, recht tegenover het station. Busvervoerder Breng heeft besloten om aankomende week tijdens de herfstvakantie volgens de zomerdienstregeling te rijden. Dit betekent dat op veel trajecten slechts de helft van het aantal bussen zal rijden.
In een verklaring schrijft moederbedrijf Hermes dat het hiermee probeert onvoorziene uitval van ritten door tekort aan personeel tot een minimum te beperken. De tijdelijke dienstregeling is op de halteborden te vinden in de kolom Zomer. Na de winst woensdag in de KNVB-beker moet NEC zondag weer in de competitie spelen, thuis tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer staat 2 plekken onder NEC en heeft een punt minder. Belangrijk om zondag te winnen om 3 punten bij te schrijven, om zo weg te blijven onderin in de ranglijst. Wat verwacht trainer Rogier Meijer van de Eagles? Wat verwacht van Go Ahead? Ik bedoel, als je kijkt naar hun uitslagen, ligt het redelijk aan wat NEC ook een beetje doet? Ja, het is gewoon een degelijk team. Stug, fysiek sterk, zeker voorin. En een aantal fysiek sterke jongens, snel. Dus het zal niet makkelijk zijn. Ik verwacht ook niet dat ze ons volle bak onder druk zullen zetten. Dus ze zullen ook de ruimtes klein maken. Ja, uiteindelijk aan ons om daar iets op te bedenken. Ja, Ivan Marques zagen we nog apart trainen. Dus die zal zondag niet spelen. Hoe is het met de zieke boeg voor de rest? Kramer? Iedereen traint. Die zijn nu aan het trainen. Dus dat ziet er goed uit. En Ivan zullen we... Het is nog vroeg om al af te schrijven. Dus dat zullen we de komende dagen bekijken. Vandaag had het weer een beetje twee gezichten. Zo waren er buien, maar was er ook ruimte voor de zon. En met 20 graden was het eigenlijk nog best aangenaam. Vanavond houden we ook nog wel kans op een bui, maar in de nacht zijn er opklaringen. En voor de sterrenkijkers onder ons is dat goed nieuws, want vannacht zijn er vallende sterren te zien. Op het hoogtepunt kun je zo 30 vallende sterren per uur zien. Het beste kijkmoment is dan zaterdagochtend vlak voordat het licht wordt. En dan krijg je misschien wel dit soort plaatjes te zien. Ja, dan het weer voor morgen. Dat is gelijk ook de beste dag wel van het weekend, met een mix van wolken en zon. In het noorden blijft het nog lange tijd wel bewolkt. Kan er zelfs ook nog wel even een spat regen vallen. De rest van het land is het eigenlijk gewoon droog. Temperaturen in het noorden 14 graden. In het zuiden van het land wordt het zo'n 19 graden. In onze regio morgen eigenlijk gewoon een prima dag wel. Een mix van wolken en zon. Het blijft droog. En de temperatuur opnieuw zo'n 19 graden. Vooruitzichten, zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en halen wij in de regio 20 tot 21 graden. In de middag komen er dan wel wat buien voor. Maandag komt er weinig verandering in, het blijft zeer zacht herfstweer met opnieuw 20 tot 21 graden. Het blijft niet helemaal droog, ook kans op een onweersbui. Ook de dagen daarna blijft het warm voor de tijd van het jaar. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Zo zie je weer een nieuwe NEC-update in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondag. Morgenavond zijn we er met het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. En in de tussentijd volg je het laatste nieuws natuurlijk op rn7.nl en in onze app. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend.